welkom bij Palazzo. Mag ik even een foto van u maken? Ja, dank u. En nog een keer. Genieten van een ouderwetse avond met een beetje eten, drinken en heel veel entertainment. Ja, niet te vergeten, Herman Blijker, die dit allemaal verzorgt, althans, het eten. Dit wordt genieten. 4 maanden in het jaar kan je hier terecht. Vandaag hebben wij er één. We zijn bij Palazzo in Amsterdam en dit wordt een hele leuke avond. Er loopt hier van alles rond. Een avond vol verrassingen, dat wilde je toch of niet? Nou ja, en Herman de Blijker die staat af en toe nog zelf in de keuken hier. Een hele goede avond, dames en heren. Hallo. En welkom bij Palazzo. Dankjewel. Ik ben Regina, ik ben uw gastvrouw voor vanavond. Sanne, weet je wat ik nou spannend vind voor zo'n show begint? Nou? Nou, om backstage te kijken bij de artiesten. Wel bij al die vrouwen. Ja. Nou, ook. Hoe ze de warming-up doen en zo. Dus ik ga even kijken en dan... Ga jij ze maar even helpen met de warming-up. En dan mag jij straks in de keuken gaan kijken. Ja. Maar we hebben altijd kleedkamers in en zo, hè? Alles achter de vrouwen aan. Nou, Sanne die zit natuurlijk al aan tafel te wachten op het eten. Arno gaat even overal rond gluren. Ja, grappig. Goedenavond. Hallo. I think you're warming up, right? Ja. Nou, dat wordt een lekker interview. Zeg maar, wat is nou het leuke om hier een show te doen? Wat is het leuke van in zo'n prachtige tent? Oh, ik vind het heel, heel mooi om zo dichtbij het publiek te zijn. Mm-hmm. Om iedereen te, you know, te touchen, te feel en te... Vinden wij ook leuk, hoor. Ja. Yeah. Goed, I think it's about showtime. They say, okay. Break a leg. Okay. Thank you. Where do I begin to tell them? Oh, wait! It started before that. Arno, jij blijft even kijken naar die mannen. Ik ga even kijken in de keuken. Oh ja, eten, belangrijk, hè? Met witte handschoentjes nog wel. Even één vraagje, hou je het een beetje vol daar in de keuken? Ja, prima, is goed te doen. Ja, maar ja. Niet... Nou, dan hebben we wat tempo hoor, dan hebben we de zweep erover. Ja. De zweep erover, staat Herman in de keuken zelf mee? Of, Nou, zijn geest is altijd aanwezig hier in de tent. Dankjewel. Oké, okay. Laat het eens vragen. Volgende week in Enjoy Life. Fietsen in de Ardennen.